Goedendag volgers. Daar zijn we weer. Waar zijn we nu weer beland? Maar gisteravond hadden we een interview bij Radio Hoekse Waard over mijn 1K abonnees. Daar ben ik heel blij mee. En ze hebben mij weer getrakteerd op taart. En confetti erbij. Heel de mikmak. Heel die studio onder confetti. Was helemaal geweldig. Het was wel leuk om even mee te mogen maken. En nu gaan we richting de wielronde van Lekkerkerk. Mijn broer is er ook, dus altijd leuk. Even gezellig om eens even te gaan zien. We hebben onze auto in de rand gezet van Lekkerkerk. Om het onderbord. En Theo zegt dat het nog 15 seconden duurt. Dus we gaan een veilig plekje zoeken, dames en heren. Blijft van de weg weg. De voorrijwagen gaat zich in beweging zetten. Mevrouw Boeren. Zo, dat is ook de slot geschieten. We zijn eraan begonnen. Lekkerkerk, de wedstrijd voor de dames. Maak er wat moois van, dames. Dan zien jullie zo weer terug. Mevrouw Boeren blijft nog even staan. Want ik denk dat Bram Bloemen is gaat lukken, of niet Bram? Ja, daar komen ze al. Kijk. Ja, ik vergeet het nooit meer, mevrouw Boeren, dat is het goede nieuws. Voor u zijn er bloemen. Fijn dat u bij ons was om het startschot te lossen. En de prijs uitreiken namens de tijdrit. En we hopen dat u nog even in ons midden blijft om te genieten van de wielersport in dit wonderlijke Istanbul. Geen donker en Seertje Tullemans, de dame uit Helden. Wel klinkt voor het eerste klassement. En dat doen we dan uiteraard vanaf Deborah Veerman. De laatste en misschien wel beslissende klassement. Welke dames gaan zich daarvan voor melden? Wie gaat er nu de punten mee naar huis nemen? Voor de vorige passage was het Lina Kester die daar de punten schreef. Doet ze nu weer. Dan zijn er twee punten voor de dame met het nummer 45 op de rug. Dat is Arjen Proosje, de dame uit Sittard. Haalbare mode items en accessoires vandaag voor u geopend. Firma van Dijk, Bergambacht, voor lekker lunchen, dineren en borrelen. En luikteninstallatietechniek. Chris Bezenberg, hoveniers, als een bezem door uw tuin moet. En nog een puntje leidersprijs wordt genoteerd op naam van Nina Kester, de dame uit Velsenbroek. Met Lucinda Brand daar op de eerste rij. Met Jana Kastelein die we daar voorbij zagen dokkeren. Ja, het tempo gaat steeds een beetje harder. En van achteruit daar gaat peloton op een leentje. En we gaan bellen voor premies met terugkeer. 8 premies met terugkeer. Vanaf Ellen van Dijk klinkt er wel. Premies met terugkeer. 8 in totaal. 1 premies in een X-lab. Ja, André, dat is mooi, hè. Als je ze zo ziet rijden. Ja, dat zie je ook in het voorjaar, in klassieke wedstrijden. Dan zitten ze zich op top en dan zitten al die meiden gekke bekken te trekken als Ellen van Dijk aan de leiding rijdt. Er is iets aan het gebeuren. Hier komt de nummer 3 van Parijs-Roubaix. Die gaat de eerste premie op haar konto schrijven. Dat is Lucinda Brand. Hopla, dan krijgen we Kessler die daar het gezicht van voren gaat melden met Nina Buisman die daar premies gaat pakken. 8 premies hoor, het is echt koers en van achteren, daar is het niet tochtig, daar staat de deur helemaal open. Een viertal dames die op dit moment aan het vertrekken zijn. Premies doen we verdelen met Ellen van Dijk. Premie is er ook voor de nummer 55. Dat is dan Deborah Veerman met Carlijn Schwinkels daar op de eerste rij. 14 toeren te doen en dan is het achtervolgen in het peloton. Want er is zomaar wat gebeurd. Peloton onder aanvoering van Rosalie van der Lommel, de dame uit Albertongen. Hardlopen, koers in Lekkerkerk. Peloton hier op passage onder aanvoering van Claudia Jongerius. Maar voor hun zijn er nog 6 toeren wedstrijd. Ik ga de motorrijder vragen zo dadelijk hier aan de kant te parkeren. Als we 40 jaar present zijn, John, wat gaat er gebeuren in de profronde van Oostvoorne? Ja, de 40ste profronde op 4 augustus van Oostvoorne. Met natuurlijk vrouwen. En we willen heel veel vrouwen op de start hebben, omdat het een speciale editie is. De sportkostenrijder, we hebben een bloementijdrit. Natuurlijk de Dernies met de bekende. Het grootste Dernies-spectakel van Europa met zo'n 25 Dernies. Met de gangmakers uit Duitsland en België uit Frankrijk, omdat er in Nederland niet genoeg gangmakers zijn.
het afscheid van Gerard Buy, waarschijnlijk ook in Oostvoorne. En natuurlijk als klap op de vuurpaal de professionals. Met daarbij de wielrenners die de Tour de France geabonneerd hebben. En we hopen toch weer rond de 8 à 10 professionals die daar gereden hebben in Oostvoorne aan de start krijgen. Voor minder dan 10.000 toeschouwers ga je niet. Gemiddeld komen daar tussen de 10 en de 15.000 mensen. Zoals gezegd, het is een speciale editie. Na afloop is het heel gezellig geweest. We zijn bezig met een van de beste mensen van Nederland. We krijgen speciale toestemming en vergunning om het feest wat langer te mogen laten duren in Oostvoorne. Dus ik zou zeggen, ik kom vanuit Oostvoorne hier naar Lekkerkerk, aan Lekkerkerk en omgeving. Kom lekker op 4 augustus naar Oostvoorne. Gehoord, de HC heeft gehoord. Goed zo. Meter. Ze komt op 2 meter. Ja, zij gaat op dit moment aansluiten. Dan krijgen de twee leiders in de wedstrijd. En daarachter is het dan Nina Kessler die gaat demareren. Ook zij gaat proberen die oversteek te maken. Hoe groot is die voorsprong? Nou, 11,5 meter. Dan één naam in achtervolging. En dan weer 5 meter erachter. De rest van de koplopers. Kortom, de finale is vroeg begonnen in die laatste 3 ronden. Er zijn een paar dames die misschien niet helemaal zeker zijn in de eindsprint. En die zeggen, wij moeten vertrekken. En dan Van Dijk. Zij stak Ellen Van Dijk. Die kijkt niet op. Die kijkt niet om op dit ogenblik. Die vraagt niet of er al ondergenomen wordt. Die rijdt gewoon helemaal hard door. Nou, ja, met dat ik dat zeg, denk ze maar met je zon kijken. En dan wordt er overgenomen door Topio Deborah Veerman. Die zijn de twee leiders. En metertje voor metertje is het Nina Kessler die probeert de oversteek te maken. Maar gaat ze dat redden? Dat is de vraag. Ze zit op dit moment op 5, 6, 7 meter. Meer gaat dat niet zijn. En dan weer 10 meter erachter. Die andere twee. Nee hoor, het is volop finale Nels. Je krijgt 2 dames door jou. Als Ellen van Dijk nog eens op de finale gaat. Ah, dat is mooi, dames en heren. Ja, we hebben in zo dit geschreven, dit scenario geschreven. Een grote kampioen, een wereldkampioen. Allee, doe mee, laat je horen, laat je horen. Lekker, ja, laat je horen. Formidabel, Ellen van Dijk. Ellen van Dijk met de Bora. En dan gelijk weer in de achtervolging, niet minder als Nina Kester. Ja, en die Ellen van Dijk, dames en heren, die is ontketend hoor. Die is gewoon weer op de pedalen gegaan. En die rijdt dan gewoon de Nora Veerman zomaar uit het wiel. En dan pakt ze 4 meter, dan pakt ze 5 meter. Ja, en als je haar een paar meter geeft, dan staat er meestal geen maat op. Ze is niet voor niks wereldkampioen. Houdstuk, die is totaal ontketend. Die rijdt als een wazer hier door de straat van Lekkerkerk heen. Het peloton, dan heeft ze op 4, 5 meter op dit ogenblik. Dan gaat ze daar zo aansluiten. Maar dan is het wel kunst om gelijk door te rijden naar voren. En dan is de vraag wat er dan gaat gebeuren met op dit moment Deborah Veerman. Nou, dan kijk ik op, dan zie ik daar Nina Kessler die nog probeert die oversteek te maken. Maar rustig, die rustig, ook mensen, rustig, hier, rustig. Ziet de voorsprong groeien. Nee hoor, Ellen van Dijk, zij rijdt op dit moment het peloton in. Op het moment dat we de koningin weg opdraaien, dan rijdt bij de dame in de achtervolging. En hij rijdt bij Deborah Veerman, die gaat nu links af. Nou, dan heeft u een beetje idee hoe groot het verschil is. Het peloton aantrekt en dan zie je Ellen van Dijk aan de linkerkant van het peloton passeren als een wind die langs dat peloton draagt. En dan gaat ook proberen Deborah Veerman nog aan te sluiten. Maar Ellen van Dijk hoor, die is ontketend, die is weg. Die gaat volgens mij de dubbel in Lekkerkerk op mijn naam schrijven. En dat is mooi, want de ene deed zich in de wereldkampioen de trui. En het zou zomaar kunnen dat ze die andere gaat doen in de trui van de Europese kampioen. Een ware kampioen gaat zo dadelijk niks afdraaien. Dus de leider in de wedstrijd heeft Ellen van Dijk. Ah, André, hebben nog 2 toeren. En die mag ze best weer. Ga maar staan, mensen. Ga maar mee de nekken rekken. Straks gaan ze hier passeren. En dan geven we een formidabele ovatie. Ellen van Dijk, net op. Wel, laatste ronde. Ellen, jouw laatste toer. Laatste ronde. 2 toeren van het peloton. Ellen van Dijk, laatste omloop. Laatste ronde voor Ellen van Dijk. En de naaste achtervolgers. Achtervolgers ook hier met Nina Kessler. Laatste toer voor Kessler. Laatste toer. Al die gaat in de laatste toer. Laatste keer hier achterom, die dingetjes. Even door die chicane heen. Hop, daar gaat Ellen van Dijk linksaf. En hop, daar gaat Deborah linksaf. En dan is het gelijk weer rechtsaf. We komen niet meer de weg op. Nee hoor, het is heel erg spannend aan het worden in de finale. Laatste toer, laatste toer. Daar is de laatste toer bij Ellen van Dijk.
En dan Van Dijk. Kijk eens op. Gaat nog eens op de pedalen. Gooit er nog een tandje op. En die weet, ik moet ze niet terug laten komen. Misschien is zij wel eraf. Daar. En dan Van Dijk kan aardig aankomen. Maar die kan heel hard rijden. En ik denk zomaar dat we een hele mooie overwinning gaan zien. We gaan zo naar links af. Tot de laatste maal komen we de weg op. En het is Deborah Vierman, de dame uit Stolwijk. Die echt alles geeft. Die stuurt bij een half meter op dit ogenblik. Om te zorgen dat ze erbij komt. Maar 10 meter, dat is het verschil. Dat is waar ze op blijft hangen. Terwijl er nog een dame een toertje aan de broek heeft. Dan gaat ze naar links aan de partij. Om 10 dame voorbij te rijden. En dan is het Deborah Vierman. Die weet dat ze op een tweede plaats zijn. Heeft ze nog iets. Maar de kansen worden wel steeds minder groter. We zijn halverwege de Koninginnenweg. Ze kijkt dus om naar achteren. Ziet dat daar niks meer gaat gebeuren. Ik denk dat zij voor een mooie tweede plaats gaat rijden. Ja hoor, dames en heren. U kan ervoor gaan staan. U kan uw handen tevoorschijn halen. Ze gaat zo linksaf worden. Expert minimal. En dan komt er een mooie overwinning. Ze gaat in er eentje op de foto. Dames en heren, hier komt Ellen van Dijk. Ah, we gaan ze binnenhalen, we gaan de nekken rekken, we gaan meekijken. Een glorieuze winnares vandaag hier, 2022. Daar ligt het op van zitten. Gaan haar tricot als Europees kampioen neer aan de mier. Ellen van Dijk, Ellen van Dijk. Formidabel. Laura Veerman. Op die halen we weer formidabel lopen. Laatste toer, laatste toer. Hier krijgen we Nina Kester. Nina Kester als derde. Nina Kester als derde. Swinkels als vierde. Vier als vierde. Dan aan de Dijkstra. Bellen, bellen, bellen. Bellen. Laatste toer. Nina Kester op plaats 3. Even een, ja, daar is het trapje. Het trapje staat aan die kant. En Deborah. Deborah Veerman. Even. Gaan we afstand nemen. Deborah Veerman. Deborah. Kom eens op, meisje. Je moet, dat podium moet je koesteren. Daar moet je gewoon van genieten. Daar moet je intens beleven. Daar moet je je ogen dicht doen en denk ik, ja, hoeveel keer sta ik per jaar op het podium? Ik wil er elke week op gaan staan. Want die jonge dame die naast je staat, die staat er regelmatig op. Nou, de ronde missen. Ga je gang maar. We gaan beginnen met de derde aankomende. We gaan beginnen met de derde aankomende Nina Kester. Heel bijzondere sportvrouw. Op de weg, op de baan en in het zand. Altijd een grote kampioen. En dan uit de Waard, uit de Krimpende Waard, uit Stolwijk. Een mooi dorp midden in de polder hier van de Waard. Gaan we een fijn applaus geven aan niemand minder dan Deborah Veerman. Gewend om een zonlicht in de spotlight te staan. Een dame die gewend is bij de huldiging present te zijn. Europees kampioenen, wereldkampioenen, vele malen. Grote kampioen op de tijdrekfiets. En op de weg kan ze een houtje hard fietsen. Heeft u allemaal kunnen aanschouwen. We gaan fijn applaus geven. Bekroemen van de Graaf voor Ellen van Dijk. Bij elkaar gaan staan op het hoogste. Met twee charmante rondemissen. Nogmaals, dames en heren, sportvrienden en bijzondere vriendinnen. Allemaal de handen in de lucht voor niemand minder dan Ellen van Dijk, Deborah Veerman en Nina Kester. Dames, ik ben niet altijd van dames, maar... Thank you.
Musicia vandaan. Nu gaan we eenmaal dansen. We gaan eenmaal een pint pakken bij de deur van Musicia. Maar in bijzonder weer de uitlaat van Musicia. Die is hier ook in de maatschappij. Waar 45 jaar naar voren gaan. Musicia wordt echt. Dat wordt hartstikke heel erg. Dat was van 3 hekken van iemand te horen. Ja, dat is een spul voor de man met de 14 gegeven om te kleden. Twee plaatsen zijn van de man met de 3. Nou, dat was een mooie middag. We zijn even bezig kijken, we gaan de wielronde van de Lekkerkerk. En we hebben genoten. We gaan nu lekker naar huis. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. En vind je het nou leuk? Abonneer dan op mijn kanaal. Vertel het verder, vertel het rond. We zijn vandaag de 1K gepasseerd. Daar zijn we super blij mee. Vind je het filmpje leuk? Duimpje omhoog. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.